Het is gebeurd. Het is al fucking gebeurd. Er komt mogelijk een ware revolutie aan op het internet. Grote internetplatformen zoals YouTube of Facebook worden in de toekomst aansprakelijk voor wat gebruikers op hun platform zetten. We zijn genukt. We zijn genukt. We zijn verloren. En we zijn genukt. Ik heb hier veel video's over gemaakt. Waarschijnlijk heb je hier fucking veel dingen over gezien op het internet. Maar het is gebeurd. Daarnet hebben ze gestemd. Het is goedgekeurd. Artikel 13 is goedgekeurd. Net als ik dacht van, joh, het gaat wel goed komen. Het is goedgekeurd. De wet werd aangenomen met een meerderheid van 348 Europa-parlementairs. 274 stemden tegen. Er was dan ook een deel van het parlement die zei: gaan we geen stemming doen tegen het artikel? Waarin we eens kunnen zien of er mensen zijn die het niet willen doen. Maar voordat er een stemming komt in het parlement, moet er dus eerst gestemd worden of daar een stemming gaat komen. Een voorstel om het parlement te laten stemmen over het schrappen van twee omstreden artikelen in de wet haalde het net niet. Een meerderheid van 5 stemmen stak daar een stokje voor. Dus onze laatste kans om artikel 13 te laten verwerpen door het parlement hebben we verloren door 5 mensen. Kijk, ik hoop dat deze video nog online komt. Like, het is vandaag goed gekeurd, waarschijnlijk wordt het pas volgende week of binnen 2 weken of morgen. Vandaag is een donkere dag, man. Maar hierbij gaan we niet fucking laten zitten, joh. Denken jullie dat ik mij ga laten doen? Ze hebben ons internet net afgenomen. Ze hebben al onze vrijheid dat we hadden op het internet net afgenomen. Ik ben zeker dat er nog altijd fucking veel mensen zijn die niet snappen waar het net aan het gebeuren is, maar kennen jullie Dumpert? Zo, de site waar al die leuke, grappige filmpjes staan. Like, Dumpert gaat niet meer bestaan. Dumpert zet nooit original content op hun kanaal. Alle filmpjes op Dumpert zijn niet van hun. Zij plakken daar wel een stomme logo in de rechterbovenhoek, maar die filmpjes zijn niet van hun. Dus Dumpert is weg. Mensen denken van, het gaat alleen om YouTube, Instagram, Facebook. Dat zijn gewoon de grootste. Het gaat om heel het internet. Het hele internet wordt nu geblokkeerd door copyright. Dingen waarvan daar nooit een fucking probleem is gemaakt. De enige mensen die hier een probleem over maken, zijn de mensen die al fucking veel geld verdienen. Het is enkel positief voor hun. Enkel voor de grote mediabedrijven, voor de grote muzieklabels is dit positief. Voor al de andere mensen is dit zwaar in de rijt genukt. Dit is mensen sturen naar mij van, joh, waarom verhuis je niet gewoon naar Amerika? Weet je dat daar niks verandert? Dan kan ik mijn video uploaden en dan staat die op YouTube, maar like, niemand in Europa gaat die kunnen zien. Het gaat niet enkel om mij. Jullie gaan ook niks meer kunnen doen. Het gaat niet enkel om de mensen die shit op het internet zetten. Het gaat ook gewoon om iedereen die het internet gebruikt. Het zijn niet alleen wij die moeten gaan staken of die iets hier gaan tegen moeten doen. Dit gaat niet zo'n vriendelijke staking zijn als de klimaatmars, man. Ik denk dat we niet eens gaan staken. We gaan gewoon oorlog voeren, man. En stel er komt aan de dag waarop de Europese Unie en hij ziet dat het echt fokt is. En dan wil je echt zeggen van, joh, dit kan niet. Omdat het internet is, gaan zij zeggen, sorry. Het was niet de bedoeling. We geven jullie internetvrijheid terug. En dan, als dat ooit gebeurt, en ik hoop dat die dag er komt, want ik ga mij niet laten doen. En ik hoop dat jullie ook allemaal hetzelfde denken, want als het zo erg is, als dat we allemaal denken dat het gaat zijn, dan hebben we geen vrijheid meer op het internet. Stel, jij wil dan iets posten op Instagram, of je wil iets uploaden op YouTube, het maakt niet uit wat, het maakt niet uit wie je bent. En elke foto, video of iets waarop het internet gezet wordt, moet dan eerst door een soort van bescherming dat platform waarop je het uploadt anders een soort van wet overtreedt. En dan moeten zij dikke boetes betalen. Ze zijn allemaal in de rijt genukt hoor. Allemaal. En we konden hier niks tegen doen. Van 348 mensen hebben net ja gestemd voor het invoeren van dit artikel. 348 oude fucking mensen. Die waarschijnlijk niet eens weten hoe een telefoon werkt of hoe het internet werkt. Hebben net besloten dat wij geen vrijheid meer hebben op het internet. Moet gewoon blijven zoals het nu is. Want what the fuck is het probleem? Er is geen fucking probleem. Ik heb zin om wat dingen te gooien. Als jullie deze video nu kunnen kijken, dan zijn we nog niks verloren en is alles nog oké. We hebben de eerste strijd verloren, ook al hadden wij hier niks in te maken en kunnen wij niet stemmen. Ik dacht serieus dat het niet ging doorkomen, omdat er zoveel mensen waren die al hadden laten weten. Like, op de online vote, waar iedereen zo kon zeggen van we wilden niet, hadden ze meer dan 5 miljoen stemmen waar mensen allemaal de tekst hadden getypt en gezegd van yo, doe dit niet. Europese Unie, fok jullie man. En fok jullie moeders, fok jullie hele families. Het einde van het internet, zeggen critici. Die hopen dat het Europees Parlement het akkoord verwerpt. Dat is niet gebeurd. Het is niet verworpen. If this proposal is adopted, the internet would be more like television. Julia Reda. Als dit voorstel wordt goedgekeurd, dan zal het internet gelijk op televisie. Waarom zijn we in de eerste plaats naar YouTube verhuisd in plaats van op televisie te blijven? Omdat YouTube is fuck TV, man. Kunnen jullie Engels? Als je geen Engels kan, dan moet je nu maar gewoon de ondertiteling lezen. Internet would be more like television, where a small number of professional rights holders and professional large platforms negotiate with each other and everybody else is locked out. Hebben jullie dat gehoord? De enige YouTube-channels die dit gaan overleven zijn de YouTube-channels van televisiedingen. YouTube gaat nu ook tv worden. De reden waarom televisie aan doodgaan is, is omdat televisie gewoon niet meer the way is. Like, het is gewoon het internet en het is gewoon YouTube. En het gaat niet meer zoals ze zei het willen. Ze hebben door dat de jeugd gewoon liever naar YouTube kijkt, dus wat doen ze? Ze zeggen even, fuck jullie. Jullie gaan doen zoals wij het willen. Jullie blijven gewoon naar televisie kijken, waar niet iedereen zou mogen content maken. Wij worden zwaar in de rijt genukt, maar jullie ook, want jullie kijken ook gewoon. Stel je voor, ze nemen tv of van al die volwassen mensen die hele dagen in hun zetel leggen te hapen naar televisie. Dat zou niet goed komen. Mag niet op televisie beginnen lijken.
Waarom zijn we hier dan mee begonnen? Waarom is het internet er dan gekomen? Like, we zijn toch de internetgeneratie, toch niet die fucking televisiemensen? Nee, fuck. Kan niet. Dit kan niet. Dit lijkt alsof ik aan het dromen ben. Wat moeten we doen? Wachten tot we zien hoe erg dat is? Ik heb ook stress. Mijn hart is al heel de tijd aan het kloppen van 12:30. Ik was naar die livestream aan het kijken. Dit kan gewoon niet einde zijn. Ze kunnen het niet zo nukken. Like, ze kunnen het niet zo eindigen. Ze kunnen het niet zo stoppen. Het internet is niet van iemand. Het is ook niet van de Europese Unie. Het is niet van die rare mensen en pak die veel te veel geld verdienen per maand om niks te doen. Like, het is niet van jullie. Stop maar alles proberen te claimen wat niet van jullie is of waar jullie niet zoveel grip op hebben. Like, dat is niet de bedoeling. We zijn al bijna al onze vrijheid in het achterleven kwijt. Like, op het internet voelde je dan nog een beetje vrij omdat je echt kon doen wat je wou. Zonder probleem. Ik is nu ook gedaan. Deze guy gaat nog even verder blowen. Wacht je al de hele nacht op de tram? En ik sta de hele tijd jointjes te roken. Hij staat de hele tijd fucking jointjes te roken. Hij heeft er hier ook niet om gevraagd. En rijden gaat in treinen s'nachts, want er was een staking. Nu 7:00 ochtends, dat is 8:00 later. Wat heeft hij in 8:00 gedaan? Hij heeft gewoon de hele nacht gesmoked. Het duurt maar langer en langer. De metro is nog niet eens open, man. Dit zijn wij die aan het wachten zijn tot internet weer free wordt. Die al gaan gewoon de hele tijd fucking jointjes roken voor Amsterdam Centraal. Dit... Ik wist niet dat er gestaakt werd. Ik wist het niet. Ik was lekker in de stad aan het chillen. Ik kom hier, ik kwam naar huis. En niks rijdt. Deze jongen ook, hij moet naar de trein. Ja, ver, dat is lastig. De treinen rijden ook. Nee, dit komt niet goed, man. Daar is niks aan te doen, man. Nee. Ga verder blowen. Ik ga nog even verder blowen. Waarom toon ik dit? Heel veel mensen vragen van, hey, what the fuck, waarom is zo'n rare plot twist in deze video? Like, dit ga ik niet meer kunnen doen. Ik kan deze shit niet meer tonen aan jullie, want dit is niet van mij. Waar ik dan ook super bang voor ben. Die regeling komt, en als die regeling er is, alles wat ervoor is, ga ook wat moeten gaan. Dus al mijn video's waar er iets van copyright in zit, alle video's op YouTube waar er iets van copyright in zit, ik zag je, dat is 80% of 85% van alles wat op YouTube staat. Dus weg. Gewoon. Weg. Gewoon. Ik heb nu 92 miljoen views op mijn channel. Wacht. Ik denk dat in elke video dat ik heb wel een beetje copyright zit. Dit is de cringy shit die je vanaf nu alleen nog maar gaat zien op het internet en op YouTube. Dit is een bal waarin mensen met een maskertje met een soort van lamp op. En als je dat zo voor elkaar staat. Kijk, deze mensen lijken echt op mijn holen, man. Als het lampje groen wordt, dan heb je je match gevonden. Like, er is Tinder in real life. Zijn jullie klaar voor dit soort filmpjes op YouTube? Hey, dat gaat nice zijn, man. Hey. Hey, ik hoor muziek van Ed Sheeran op de background. Ik kan dit niet meer tonen. Kijk, ik weet nog niet wat we gaan doen. En dan denken wij dus dat we iets gaan doen. Ik praat nu niet enkel over mijn subscribers. Ik ben zeker dat elke andere YouTuber ook niet zomaar gaat zeggen van het is goed. Ik stop. Fuck het internet. Ik wil het niet zeggen, maar het is wel zo. Ik ben opgegroeid op het internet. Ik heb ook veel buiten gespeeld en ik heb fucking veel chille shit gedaan buiten, maar op het internet. Elke keer als je je alleen voelt, kon ik op de een of andere manier wel iets doen op het internet of naar iets kijken wat ik leuk vond. Voel hebben dat je echt gewoon naar iemand zijn video aan het kijken bent in plaats van dat je naar fucking tv aan het kijken bent waar een heel leger van mensen aan iets heeft gewerkt waar daar gewoon geen persoonlijkheid meer in zit. Daarom ben ik naar YouTube gekomen, omdat ik op televisie dacht van, joh, dat is zo onpersoonlijk. Zo niet leuk. Je kijkt naar iets waar er zoveel mensen aan hebben gewerkt waardoor daar gewoon niks is. Het is leeg. Dus elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw. YouTube gewoon. Alles wat je wil kijken voor iedereen iets. Op tv is het zo van, nee, jij kijkt naar wat wij tonen. Op YouTube is het, jij kijkt naar wat jij wil zien. Snap je, daar is het, fuck! We kunnen niet, Dus wat gaan we doen? Hier niks aan doen, nee, wat gaan we doen? Ik denk dat niemand naar deze video aan het kijken is die denkt van, hey, ik vind het wel oké dat ik nooit meer iets ga kunnen doen op het internet. Ik denk dat iedereen die naar aan het kijken is wel denkt van, hey, kom maar op, man. Want dit gaat niet doorkomen. En dat is werk. Vanaf dat ik weet waar het precies gaat gebeuren en als het echt fokt is, ik denk dat ze ons onderschatten. Ik denk dat ze de jeugd onderschatten. Toen zij kinderen waren, was de jeugd waarschijnlijk niks. En luisteren zij gewoon naar iedereen, maar like wij. Wij denken wel voor onszelf. Wij laten niet denken voor ons door andere mensen. Wij gaan ons niet laten neuken in de rijt zomaar. Je kan dit niet veranderen, want dit is ook gewoon niet van jullie. Je kan dit niet claimen, want het is niet van jullie. Stop met regels hierin te maken. Want internet is meer van ons dan van jullie. Dus shut the fuck up. We won't let our fuck ourselves in the ass. So, hey! Jullie moeten, ik zie er misschien niet eng uit. Ik ben misschien niet fucking Brett. Maar fuck joh! Bedankt om te kijken naar deze video. Was het nodig om mijn t-shirt uit te trekken? Ja, maar om een bang te maken. Dat was niet nodig. Toch bedankt. Like deze video om te tonen dat al die fuckers nu uit waar gaan gebeuren, man. Ik zie er misschien happy uit, de hype en zo, en dat is ook zo. Kun je gewoon fuck hem op, man. Gebeurd zijn, want het gewoon achter zijn hem zo'n fucking lepel. Je hebt gewoon een fucking lepel uit die koelkast. Doe mij onderbroer naar beneden en ik ga van wat de fuck. Je houdt daar gewoon zo'n koude lepel tegen. Toen ik daar, ja, ik ben niet de eerste die het mij aan stond daarachter. Waarom vertel ik dit? Omdat ik denk ik niet de enige ben die dit heeft meegemaakt. Leuk om te kijken naar deze video.